Naast het invoeren van de belasting toegevoegde waarde in 2022 zijn er meerdere hervormingen binnen de belastingenopkomst. Het wordt een hele overhaul, zegt de directeur der belastingen Ismaël Kalaikan. Hij gaat in gesprek met de communicatiedienst Suriname in op de verschillende aspecten van de hervorming. Die hervorming die gaat meerdere aspecten hebben. We gaan die wetten aanpakken. Althans, herzien, daar waar nodig. Gaan we kijken op welke wetten moeten we aanpassen. Of waarom moeten we het aanpassen? Toch? Willen we het aanpassen om het de burger makkelijker te maken? Willen we het aanpassen omdat wij vinden dat dit belangrijk is om het goed belastingbeleid neer te zetten? Willen we het aanpassen omdat de Belastingdienst meer tools nodig heeft, bijvoorbeeld? Om achter de mensen aan te gaan die niet willen betalen, terwijl ze het wel kunnen betalen. Of zouden moeten betalen. Dus zo zijn er een scala van maatregelen. We zijn ook bezig te kijken naar hoe ga je die belastingdruk verdelen. Waar leg je de druk? Toch? Je zou kunnen denken, ik heb net consumptie genoemd. Maar zou je bijvoorbeeld vermogen ook niet in het geheel willen betrekken. Maar wacht eens even, als we vermogen harder, zwaarder gaan belasten, hoe zit het met de invoerrechten? Hoe zit het met de verbruiksbelasting? Wat is de synergie tussen de invoerrechten, de accijnsen, of verbruiksbelasting, benzine, de BTW in relatie met die andere belastingen? Dus zo is het natuurlijk een hele overhaal wat de minister al een paar keer heeft geroepen om te doen. U weet ook dat we een withholding tax, een bronbelasting, hebben gelanceerd. We zijn nu nog in onderhandeling, nou onderhandeling niet, we zijn in gesprekken met de stakeholders om te kijken hoe we dat het beste kunnen invoeren. Wat je dus niet wil hebben, is dat wanneer je belastingen invoert, dat het nadelig is voor of je bestaande samenleving, of het stort de economie, zeg maar. De investeringen komen niet op gang, mensen raken helemaal kapot, de inflatie wordt aangewakkerd en dat soort dingen. Dat wil je niet hebben. Belasting is natuurlijk een belangrijk element voor de overheid, maar voor de hele economie. Daarom moet je het heel zorgvuldig doen. En wel overwogen. Je moet een goede belastingmix hebben. Dat wil zeggen, hoe ziet de totale belastingdruk eruit? Hè? Invoerrechten, accijnsen, we hebben andere type belastingen. Waar leg je de druk? Maar uiteindelijk is het ook wel zo dat je kijkt ook naar de budgettaire gevolgen.